Zijn we ook echt heel. Fuck you all. Nee. We gaan gewoon alle snacks bestellen. Gast. Het ziet er ook gewoon fucking goed uit. Holy shit. Kut, dit broodje ziet natuurlijk gewoon. Er ziet er wel goed uit. Dat mag ik het zelf zeggen. Ik voel me er wel gewoon echt veel beter bij. Lekker koffietjes en wel in de auto. Dat is niet normaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag, of course, want we hebben een nieuwe week. En dat betekent een nieuwe week vlog. Het is maandagochtend, 8 uur. Ik ben naar huis aan het rijden van Stan en het camera's op het stuur. Niet slim, serieus. Ja, vandaag is de deadline, de eerste deadline van mijn scriptie. So that means... De hele dag aan school moet zitten. Ik moet even alles checken, conclusies schrijven. En dan gaan we het gewoon even zien. Ik sta op zich best wel achter mijn scriptie tot nu toe. Ja, best. What the fuck doet dit ding? Ik rij een auto van Anne, maar het is echt een weirdo. Hij gaat uit zichzelf allemaal dingen doen en zo. Maar goed, ja. Dus tot 4 uur en na 4 uur is even... Een beetje rust gekeerd in mijn leven. Ook al moet ik over 3 weken weer een dikke vette deadline inleveren. Maar goed, hè. Oké, ja. Ik ga nu, ik ga slapen. Maar ik ben net wakker. Nou, dag. Oké, ik ben goed op weg met mijn scriptie. Ik heb het 1 keer doorgelezen nog. En ben nu conclusies aan het schrijven. En, ja, van zeg maar elk hoofdstuk en dan moet ik nog de eindconclusie en dan ben ik eigenlijk klaar. Het is nu 12:30, ik moet 4 uur inleveren dus. En morgen begint het gewoon weer opnieuw, want ik heb nu opeens 2 weken voor de tweede fase. En hier heb ik echt 1,5 maand over gedaan. So that sucks. Maar goed, we will stay positive. Ik hoop gewoon dat ik een go krijg op mijn volgende, zeg maar, uitwerkingen, want ja... Anders moet je dus helemaal opnieuw beginnen. En I would freaking die. Ik zou echt tussenjaar nemen. Fuck you all. Nee, we gaan het gewoon halen. We gaan het manifesteren in het universum. We gaan het halen. Oké. Ja, ik ga even dit afmaken. Lekkere tosti in de maak. Heerly de beerly. En jongens, kijk dit trouwens. Huh? Dit is tomatensaus van een pizza. Nou... Het is gewoon in en dan schimmel. Ik durf het gewoon niet op te ruimen. Ik heb het uit de koelkast gezet. Zo van, jongens, ruim dit maar op. But ik ga het niet doen. Nou, ik heb de eerste versie van mijn scriptie ingeleverd. Let's pray dat het een beetje goed is. Ik ga hem snel omkleden. En dan ga ik Anne ophalen. Dan gaan we sporten. Ik lig in bed. Ik ben zo bored. Editen. So resided. Oh. Wat een suike dag. Soms heb je echt die dagen dat je gewoon helemaal niks doet. Nou, ik heb wel geen leuke dingen. Laten we het daar bouwen. TikTok. TikTok. Al heel de tijd in mijn hoofd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Niet maandag. En ik heb lekker een koffietje, ze hebben Anne in de auto, Anne heeft lekker shaky. En het is 19:30 bijna en wij gaan lekker sporten. Maar zoveel mensen hebben afgelopen tijd tegen mij gezegd, ik snap echt niet dat jullie om 19:30 kunnen sporten. Ik zeg, maar juist om 19:30 kan ik sporten. Juist dan heb ik de meeste motivatie en zin en ik weet niet. Zeker als je eenmaal in bed hebt bent. Ja, als je gewoon wakker bent, is er zeg maar niks aan de hand. En ja, ik weet niet, je hebt gewoon nog heel je dag voor je. Het voelt niet alsof je te veel tijd verspilt. Want we hebben het allebei gewoon echt heel druk. Eerst ook altijd dacht ik, heb geen tijd, maar het is gewoon een uitvinding. Maar je moet gewoon vooral doen wat voor jou werkt. Dus voor sommigen werkt het helemaal niet. Voor sommigen werkt het eens lekker in de avond, of einde van de middag, of midden op de dag. Ja, het is gewoon doen wat een beetje uitvinden wat voor jou werkt. Maar wij doen het nu ook niet meer elke dag. Mm-hmm. Maar wel, we proberen, ik denk wel 3 keer in de week of zo. Ja. In de ochtend? Ja. Dinsdag, woensdag, donderdag of donderdag, vrijdag. Ja, dus het is hartstikke chill.
Ja, maandag ga ik het nog niet aan, jongens. Dan hebben we nog zo move aan het weekend en zo. Dan moeten we even lekker. Maar dat vind ik wel echt het einde van de middagdag sport. Ja. Ook al gaat iedereen al eind van de middag. Ja, maar ja. Maakt niet uit. Oké, ik ben net terug van sporten. En ik heb even lekker gedoucht. Ik heb niet mijn haar gewassen. Ga ik morgen naar cardio doen. Want anders heeft het echt geen zin. Zo struggles wanneer je sport met je haar was en zo. Maar ik heb iets heel erg leuks. Ik zou jullie namelijk nog de updated make-up routine, mijn everyday make-up routine laten zien. Mijn favoriete producten die ik gebruik, lekker voor de zomer ook. Dus ik krijg best wel vaak de vraag van, hè, wat gebruik je voor je mascara, wat voor blush gebruik je, wat voor bronzer, wat is dit, wat is dat, wat is zo. Ik dacht, ik ga gewoon even aan jullie kort en bondig laten zien in de vlog. Het is niet uitgebreid. Ik laat gewoon even zien hoe ik het een beetje doe en wat. En al mijn producten komen van Look Fantastic. Het is echt een super fijne site met echt een super breed assortiment. Ze hebben echt super veel merken eigenlijk. En ze hebben al mijn favoriete merken ook. Dus. En ik vind dat ik op het moment echt de meest chille make-up routine heb die ik ooit heb gehad. Gewoon elk product ben ik zo verliefd op en werkt zo goed dat ik gewoon eigenlijk bijna niet meer wil overstappen gewoon op nieuwe producten. En eerst had ik dat echt niet. Eerst boeide me echt niet wat voor blush ik gebruik of wat voor bronzer. Maar als je eenmaal gehecht bent aan goede producten, dan is het zo, zo fijn. En je kan er ook veel langer mee doen, dat merk ik ook. Als je iets meer geld uitgeeft voor wat kwaliteit, heb je er uiteindelijk veel meer profijt van. Haar in een clip ziet er niet uit, maar you know. Ik heb een tijd geleden een make-up routine gefilmd. Meer een Get Glam With Me. En toen had ik dus nog niet een goede primer. En toen heb ik een van jullie deze aangeraden. De Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. En dit is een moisturizer en primer in één. Dus dat is echt super chill. En hij ruikt lekker. Hij smeert lekker over je gezicht. Dus ik ben al helemaal fan. Van deze. Jij kan dus ook al je favoriete beautymerken, geurtjes, steltangen, tools. En je kan het dus kopen met korting. Met mijn kortingscode SARAHLF krijg je dus korting. Dus ik zou zeker even een kijkje nemen. Oké, dan ga ik door naar mijn favoriete foundation. De Estée Lauder Double Wear. Ik heb de kleur 3W1. Deze kan je echt opbouwen hoe dekkend jij je, zeg maar, je foundation wil. En nu hoef ik hem niet zo dekkend, dus stip ik hem zo een beetje over mijn huid heen. Maar voor nu is dit zo echt ideaal. Mijn favoriet Elizabeth Arden 8 Hour Cream Lip Balm. En ik heb ook de grote fles voor als ik super droge plekjes of geïrriteerde plekjes heb. En dit is echt, dit is het geheim. Echt de 8 Hour Cream. Het is echt gewoon niet normaal. Voor mijn lippen en in het groot. Ik heb deze nu niet op gedaan, want ik heb het niet nodig nu. Het staat er ook echt bekend om. Elizabeth 8 Hour Cream. En voor je lippen is die ook zo chill. Echt. De foundation zit erop. En dan ga ik door met de concealer. En deze heb ik van NARS. En deze heb ik in de kleur Macadamia. En deze heb ik niet in een lichte kleur, want ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd word ik een beetje allergisch van concealers die een veel te lichte kleur hebben. Dus ik heb gewoon mijn eigen huidskleur, want ja, ik wil gewoon dat het op mijn wallen wegwerkt en niet dat het per se echt één zieke highlight geeft. Ik vind deze super chill voor everyday gewoon. Blend mooi in bij de foundation. Kijk hoe mooi het is. Echt. Het smelt gewoon in je huis. Komt ook echt door die primer. Maar I love it. Dan, omdat ik gewoon een beetje een everyday lookje heb, doe ik alleen even een liquid blush op. Met de blush kan je ook contouren. Dit is een liquid blush van By Terry. Heel erg leuk. En dit is een soort blush en highlighter in één. Heel fijn is die. En heel erg mooi. Geeft toch wel even weer wat kleur en diepte in je gezicht. Ruikt ook nog eens super lekker. En dan poeder ik het af met de Laura Mercier powder. En dit is mijn favoriete poeder. Deze heb ik al anderhalf jaar of zo. Dit is Translucent Honey. En hij is dus wat geler. Het is eigenlijk voor als je een wat donkere huid hebt. Maar ik vind hem ook gewoon heel fijn werken. Omdat het dan dus niet meer niet zo oplicht. Maar het maakt je gezicht gewoon mat met een kleurtje. En ik doe het altijd gewoon een beetje onder mijn ogen.
En op mijn T-zone gewoon een beetje de vettige delen in mijn gezicht. Hanteert goed, het blijft echt vet lang mooi op zijn plek zitten. Dan ga ik door naar mijn favorite combo ooit. De Anastasia Bronzer en Blush. Blush Trio Cocktail Party Powder Bronzer Rich Amber. Dit is dus precies zo'n product van, het is best prijzig. Maar je krijgt echt wat voor je geld. Want ik heb deze al maanden. Je ziet nog helemaal niks. Ze zijn zo gepigmenteerd. Je hebt zo weinig nodig. Dus ja, ik kan er gewoon veel langer mee doen. Dan doe ik gewoon een beetje zo. Dan die blush. Je ziet het ook aan die kwast. Helemaal gepigmenteerd. Ik doe echt één keer zo. En dat is gewoon echt al super veel. Kijk dan. Holy shit. Dan gaan we door naar de eyeliner. Ik ben de laatste tijd helemaal fan van eyeliner, zoals jullie wel hebben gemerkt in de vlogs. En ik heb de Maybelline Hyper Perceive All Day Matte. En ik kon nooit eyeliner totdat ik deze had. Want deze is zo dun en zo precies. Dat je echt, ja, het werkt gewoon heel fijn. Ik doe gewoon een heel klein lijntje zo. Super fijn. Het geeft net even die cat eye effect heel minimaal die je wil. Favoriete wimpercolor ooit. Ik krijg heel veel vragen over mijn wimpers. Deze is van Tweezerman. Deze heb ik ook echt al vet lang. En hij is gewoon nog steeds goed. Dat rubber is gewoon heel sterk. Ik had altijd bij wimpercolors kon je na een maand alweer wegpleuren. Want het was helemaal doorgeratst. Maar bij deze, die blijft gewoon goed. Dan het geheim van mijn wimpers. De MAC Stack. Dit is een mascara die helemaal viral is gegaan op TikTok. En I get why. Het is een beetje de sky high trend, maar dan keer 10. Ik vind deze ook 100.000 miljoen keer beter. Hij brengt super fijn aan. Je kan hele mooie laagjes maken op je wimpers. En zo lang maken als je wil, zonder dat het gaat klonten. Het maakt het gewoon lang. Het doet gewoon echt wat het moet doen. En ze hebben twee maten. Ze hebben een kleine en een grote. Dus voor kortere en langere wimpers. Ik heb de grote voor de topmascara. Ik heb nog nooit zo een goede mascara gehad. MAC is sowieso echt een van mijn favoriete merken. En ze hebben echt alles van MAC op Look Fantastic. Dus dat is ook heel chill. Anastasia, Urban Decay, gewoon heel de Sephora hebben ze daar gewoon. Het is gewoon echt een life hack. Ik denk dat ook niet heel veel van jullie weten hoe obsessief ik ben met make-up. Zeg maar, mijn vriendinnen weten het wel. En ik weet echt alles van elk merk en alles weet ik gewoon. Maar ja, ik deel daar best wel weinig over op social media, omdat ik er geen verstand van heb of zo. Ik kan ze maar laten zien van, yo, dit doe ik. Maar het is niet dat ik een beauty guru ben of zo. Maar ik heb altijd vet veel liefde gehad voor make-up. Dat is echt niet normaal. Dit is dan het eerste laagje. Voor mijn everyday look vind ik het altijd chill om gewoon even een liplinertje op te doen van de MAC. En dit is in de kleur Spice. Het is echt een super mooie kleur. Echt een natural kleurtje. En dan doe ik gewoon mee zo. En dan zit het helemaal mooi. En dan geeft het gewoon net even die touch die je wil. Ja, dit is gewoon mijn everyday summer look. Gewoon lekker simpel. Maar ik zie er wel goed uit. Dat mag ik zelf zeggen. Nog één klein laagje. Besef. Gewoon even die shit. Holy shit. Dit was de look. Of dit is de look. Mijn favoriete producten. Check zeker even de beschrijving en alle links in de beschrijving. Elk productlinkje staat er. En vergeet zeker niet mijn kortingscode SARAHLF te gebruiken. Om dus met korting jouw favoriete producten te shoppen of die van mij. Verder wil ik ook nog even zeggen dat ze allemaal skincare producten hebben. Of bruiners, zonnebrand. De laatste week heb ik deze gebruikt. Deze van Bonny Sands. En dit is een body moisturizer. Een everyday tanning milk. Dus er zit een hele lichte tanning in. Wat je gewoon elke dag op kan doen. En dan word je langzamerhand het jaar door lekker een kleurtje krijg je dan. En deze gebruik ik ook al vet lang. Dit is mijn favoriete zonnebrand. SPF 50. Doe je zonnebrand op, want echt, het is nodig. Ze hebben ook altijd reisformaatjes en zo, dus dat vind ik ook top. Maar goed, dit is de look en nu ga ik weer werken. Goedenavond. Het is inmiddels al 11 uur. Ik ben nu bij Stan. En ik vlog echt nooit bij Stan, puur omdat ik het gewoon vergeet. We hebben vanavond bij mijn opa en oma gegeten, dat was super gezellig.
En we zijn nu Temptation USA aan het kijken. En ik vind het zo leuk. Maar er zijn ook wel veel afleveringen van online. Dus je kan het gewoon lekker doorkijken. Morgenochtend ga ik weer vroeg sporten. En aan school. Chill. I look like shit. Maar we don't give a fuck. Maar we gaan nu lekker slapen. En morgen weer een nieuwe dag. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Eigenlijk zo Anne en ik vanochtend om 7:30 gaan cardioën. Maar we, ja, we waren echt aan het appen en waren zo moe. We dachten echt, wat doen we onszelf aan? Want we gaan echt al 5-6 keer in de week naar de sportschool. Hoeft allemaal niet. Het is ook 9:45 en ik werd wakker. Ik dacht, op zich kan ik wel gaan. Dan ben ik rond 11:00 thuis of zo. En ja, ik begin mijn dag om 12:00 om even te douchen, mijn haar was en zo. Maar zoveel heb ik zomaar niet te doen. Dat is niet waar, ik heb wel veel te doen. Maar ik ga gewoon even een lekker cardiootje doen. Dus ik ga even een kopje koffie zetten. En ja, soms heb je het gewoon even nodig om uit te slapen. En ben je zo moe. En zeg maar, het is wel goed dat je sport. Het hoeft ook niet om 7:30 ochtends, zeg maar. Anne die heeft een opleiding die ze volgt elke woensdag voor bloemschikken, voor pakketjes maken en zo voor hun bedrijf. Anne en Nina doen het samen. Dus die kon ook niet later of zo. Maar goed, het is wel echt super lekker weer. Dus dat is helemaal chill. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gewassen. Ik heb gewoon een beetje mascara op. En een heel simpel outfitje eigenlijk. Deze blouse is van Lumina. Deze zit zeg maar echt zo. Zo is hij echt bedoeld. Super chill. En ik heb deze pantalon. Deze vond ik opeens. Van My Jewelry. En mijn moeder vond deze eigenlijk trouwens mee. En ik was helemaal vergeten dat ik deze had. En hij is fucking leuk. Dus het is echt zonde dat ik er nu pas een soort van achter kom. Ja, er weer schoenen. Dus dat is de outfit of today. En nu moet ik de hele dag aan school. Een paar weken geleden had ik jullie ook laten zien dat ik een pakketje had binnengekregen van Smoothly. En dat ik het ging uitproberen. En ik heb het nu ongeveer 2 weken gebruikt. So I will give my honest review. Zo kom ik lekker niet uit mijn woorden. Ik neem dit dus elke ochtend. Of voordat ik ga sporten. Of voordat ik wat ga eten. En het is dus een gut support. Er zitten allemaal goede bacteriën in, wat dus goed is voor je darmen. En ik heb altijd vet veel last van een opgeblazen buik. Vooral als ik heb gegeten. En laatst zei het ook gewoon meteen als ik wakker word. Dus ja, waarschijnlijk zat er niet iets goed in mijn darmflora. En ik heb ook mijn buik laten zien toen. Dat kan ik nu ook even laten zien. En nu is het zo, voordat ik wat heb gegeten. Heel lastig om te zeggen waar het vandaan komt. Maar in principe heb ik gewoon hetzelfde één patroon aangehouden. Helemaal niks anders of zo. En ik voel me er wel gewoon echt veel beter bij. Het is gewoon, ik ben natuurlijk ook wel bewust mee bezig. Maar ik vind het echt fijn. Ik wil eigenlijk gewoon ook niet meer zonder of zo. En ik vind het ook gewoon heel chill dat ik in de ochtend hiermee begin. Dus dan drink je meteen een glas water. En dan drink ik nog glas water achterna. Dus dat is ook wel heel chill. En ja, ik weet niet. Ik voel me er gewoon echt heel erg lekker en fijn bij. En ik kan natuurlijk niet 100% garanderen dat het hierdoor komt. Maar ja, voor mij werkt het. En ik weet niet hoe het voor een ander is. Nou moet je het natuurlijk vooral zelf uitproberen. Eén zo'n zakje is genoeg voor een maand. Dus ja, je kan het gewoon uitproberen. En ik kan het gewoon een maand uitproberen en kijken of het voor jou werkt. Ik kan nooit zeggen van, yo, je moet het nemen want het werkt. Ik kan natuurlijk niet zeggen voor iedereen of het werkt of niet. Maar voor mij werkt het in ieder geval wel heel erg. Dus dat vind ik echt super fijn. Ik kreeg ook echt wel veel vragen op DM. Ja, wat mijn ervaring was. Of ik er al iets van merkte en zo. Dus ik denk dat ik niet de enige ben met het probleem. Ik weet ook dat ik niet de enige ben met het probleem. Maar soms voelt dat wel zo. Ik ga dit even later bij doen. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten, dat jullie het even kunnen checken. Het heeft niet echt een hele sterke smaak ofzo. Het is niet echt lekker, maar het is ook niet vies. Het heeft eigenlijk niet echt een hele sprekende smaak ofzo. Dus je zou het zelfs ook gewoon door je smoothie ofzo kunnen doen. Maar ik vind het gewoon fijn om het als een shot naar achter te rooien. Goedemorgen allemaal. Het is alweer donderdag. Holy shit. Holy shit. Ik was dus van plan. Kut.
Ik ben even een koffietje aan het maken. Ik heb dit aan, heel simpel. Gewoon een zwarte pantalon en blauw topje. Ik dacht, misschien is het leuk om te delen wat ik eigenlijk soort doe in de ochtend. Ja, dit zit later weer nergens op. Ik heb net gesport en normaal doe ik dit voor het sporten, maar ik slip in stand. Dus dan doe ik al die spullen niet. Dus daarom ga ik nu laten zien. Ik heb dus een koffietje. Maar voordat ik een koffietje neem, heb ik aardig wat supplementen die ik ook neem. En ik dacht, misschien is het gewoon leuk om te delen. Want ja, het zijn gewoon dingen wat je niet echt snel deelt op de vlog, maar wel gewoon doet. Wat ik dus gebruik is de Smoothly Gut Support. Hij is momenteel uitverkocht. Maar volgens mij komt hij midden juni. Dus over 2 weken ongeveer wordt het weer aangevuld. Ik neem de Fat Burner van Kabau. Het is niet dat dit letterlijk je vet natuurlijk verbrandt. Maar er zit een green tea extract in. En dat helpt dus wel daarbij. Ben je voor je metabolisme en weet ik het allemaal. Dus daar doe ik allebei een scoopje van. En dan neem ik verder ijzer. En omega 3. Met vitamine A en D. Deze heb ik allebei van de Holland en Barrette. Dus dat neem ik eigenlijk elke dag. En ik dacht, het is misschien wel gewoon grappig om even te laten zien. En ik drink de hele dag door super veel water. Ik vind het gewoon ziekje om met zo'n ding te drinken, want dan drink je echt veel. En daarnaast doe ik zo'n eigenlijk, ja, niet echt bewust, maar ook wel een soort wel elke dag zo'n intermittent fasting. Ik eet meestal, ik neem wel 1 of 2 koffietjes in de ochtend. Dan heb ik gewoon echt geen honger en dan ga ik pas eten als ik honger krijg. Dat is dan rond 12 uur. Soms, nu ik sport, heb ik wel vaker wat eerder honger. Dus dan neem ik dus of zo'n Y-food of gewoon even een heel klein muslietje of zo. Ja, dat vind ik wel gewoon chill. En dan lunch ik meestal wat later. Ja, en ik merk gewoon dat dit voor mij heel erg werkt met een opgeblazen gevoel. En gewoon even mijn dag wat rustiger start als dat je meteen een grote maaltijd eet of zo. Oh ja, en wat ik ook wilde uitproberen. Dit, I got it. Vegan protein powder. En dit is dus smaakloos. Pure proteïne. Dus ik dacht ook wel gewoon chill om naar sporten te nemen. Krijg je dus zo'n scoop bij. En dit is vet duurzaam natuurlijk. Krijg je niet elke keer zo'n... Ik ga niet zo'n hele scoop doen hoor. Niet zo lekker, maar het is wel goed voor atten. Oh, die proteïne maakt het veel lekkerder. Ik vind het altijd lastig te bepalen of het nou echt wat doet. Omdat ik voel me beter in mijn vel. Ik voel me fitter. Maar dat kan natuurlijk ook liggen aan de dingen die ik doe. Het weer, weet je wel. Dus het is altijd een soort lastig bepalen van of het per se hier allemaal door komt. Maar ik voel me wel beter. Dus ja, yeah, who knows, maybe it is. Ik ga weer werken. On my desk. I have a mental breakdown. About my scriptie. So freaking done. Vandaag feedback gekregen en super super fijn. Maar ik krijg er meteen weer compleet paniek van. Aangezien de druk die erachter zit. De stress die ik krijg van mijn werk. Met samenwerkingen. En het gaat ook allemaal lukken. En ik weet dat ik het kan. En ik heb nu even een hele planning en structuur gemaakt. Maar... mijn hoofd is echt... Ah, ik zie het gewoon allemaal even niet meer zitten. Het is zoveel werk. En ik weet gewoon even niet wat ik moet doen. En ik heb gewoon even zieke brand breathing. Ik wil gewoon huilen. Ik wil gewoon in een hoekje keren huilen. Can't wait till everything is over. Ik ga nu naar stand. Ga we lekker eten koken. Ik weet gewoon even niet meer wat ik moet doen. Ik ben aangekomen bij Stan en ik ga nu lekker koken. We gaan een hele fresh maken. Een soort pizza of zo. Ik ben benieuwd. Ik heb echt honger. Stan en ik hebben lekker gegeten. We hebben dus een hello fresh gemaakt. En we hebben net een TikTok gefilmd voor een samenwerking voor Xenos. Het is echt super leuk geworden. We moeten hem nog in elkaar zetten. In ieder geval gaan we het trouwens doen. Maar het is een date night ID om... een date te houden in de car. Watching the sunset. En het is zo cute geworden. Wacht. Kijk. Zitten we lekker in het zonnetje. Basket vond het lekker naar je. Hoe leuk. Oh,
Zo, we hebben net lekker Tempa gekeken. En oh my god, ik vind het nieuwe seizoen dus zo leuk. Vorig seizoen vond ik echt niet leuk. Maar dit heb ik ook niet eens gezien. Volgens mij echt twee afleveringen dacht ik, nou, het is het. Maar ik zit echt helemaal in het nieuwe seizoen. En ik vind het echt zo leuk. Dus ja, we gaan nu denk ik Tempa USA kijken. We gaan lekker snackje eten. Popcorn sweet and salty. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag alweer vrijdag. Wat de hel. Ja, ik weet niet wat de fuck nou allemaal er aan de hand is. Maar ik word gewoon niet meer wakker in de ochtend. Ik ben weer wakker gebeld door Anne. Het is nou echt al, dan weet ik hoeveelste keer dat gebeurt. En Anne die geeft hem mij. En die weet dat ik wil sporten en dat ik de hele dag naar school moet. So I love her. En ze zegt, schat, ik wil je niet vaak wakker bellen of zo, maar ik weet dat je wel wakker wil worden. Oh, we hebben ook afgesproken om te sporten om 8 uur en het is nu kwart over 8. En ik moet nog 20 minuten erin rijden vanaf stand, want stand is echt fucking raar. Ga maar jongens, jullie gaan voor. En ik heb een bakje pleur. To save the day. Eeuw. En ik ga maar snel crossen, want dit heb ik echt hier nu. Ik heb net 3 interviews gehad voor mijn scriptie. En het was zo leuk om gewoon een paar van jullie te spreken en te ontmoeten. What the fuck? Het geeft me zoveel positiviteit, energie. En je denkt van ja, ik doe het echt ergens voor zo. Echt. Ik zou gewoon echt elke week met jullie willen feesten. Het lijkt me zo gezellig. Misschien kan ik dat ook wel gaan doen op TikTok of zo. Natuurlijk live. In ieder geval, het is nu bijna 1 uur en ik... Ik heb echt een partij honger. Holy shit. Dus ik ga even kijken wat voor lekkers ik in elkaar kan verlansen. Oké, jongens, ik had zoveel honger. En ik zag vissticks liggen. Toen dacht ik, hoe chill als ik gewoon een soort visfilet ga maken van de Mac. Maar dan op mijn eigen manier. Ik heb alleen geen bolletjes. Dus ik heb een keizerbroodje. En ik ga jullie laten zien hoe ik het ga doen. En dan heb ik hier vissticks die ik aan het bakken ben. Dus ja, en ik heb ook geen cheddar kaas, dus ik doe het met normale kaas. En een sausje ga ik echt puur uit rook. Oké, ik ga even het broodje opensnijden. Ik denk 2 halfjes doe. Ik heb gewoon beleven kaas. I freaking love cheese, dat is niet normaal. Ja, het sausje. Ik ga gewoon iets maken wat lekker lijkt. Ik weet het niet. Ik heb hier in ieder geval een augurk. Ik maak een mayo. Volgens mij zit veel te veel augurk. Een beetje mayo. Een beetje yoghurt. Ik dacht een beetje mosterd of zo. Dat heb ik ook wel lekker. Dan de kaas erop. Sowieso een beetje peper en zout. Kut, dit broodje moet natuurlijk gewoon gebakken worden. Wat doe ik nou weer? Oké, ik heb trouwens een beetje mosterd bij hier. De mayo. Ik denk dat het heel lekker bij is. En ik heb het broodje even in de broodrooster gedaan. Oké, ik heb hier de broodjes. En de jalapeno's ernaast. Dan doe ik een beetje saus erop. Ik verzin dit echt, hè jongens. Ik verzin dit ter plekke gewoon. Echt. Misschien wordt het wel hartstikke vies. Misschien wordt het hartstikke lekker. De vissticks erop. Met de kaas. Oké, dit ga ik natuurlijk nooit handig kunnen eten. Dit is het geworden. Geen idee. Het is een beetje een eigen freestyle. Maar let's try it. Laten we het proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Oeh. Heel. Oh my god. Dit is echt tering lekker. Het is nog lekker met visfilet. Ik verzin dit ook gewoon echt fucking random. Maar oh my god. Stop. Mm-mm.
Het ziet er ook gewoon fucking goed uit. Holy shit. Het is 9:30. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb zin in wijn. Stan komt gelukkig aan. Lekker samen. Helemaal chill. En ja, ik moet de aankomende week gewoon opsluiten. En mijn scriptie doen. Yay. Zin in. Goedemorgen allemaal. Ik zeg altijd goedemorgen als de vlog open, maar het is al 2:30. En ik heb de hele ochtend aan school gezeten. En ik ga nu noedels maken. En ik zag dus een TikTok. Ik ga hem hier erin zetten. En deze wil ik gaan namaken. Alleen heb ik deze noedels. En heb ik niet cheddar kaas. Maar ik hou sowieso niet heel erg van cheddar kaas. Dus ga ik dat gewoon met normale kaas doen. Hier geraspen, zelf geraspen kaas van. En dan dit lekker. Dus ga ik hem wat spicier maken. Dus ik dacht, laten jullie zien. Wel leuk om even een TikTok trendje uit te proberen. Kijk, ik doe eerst de noedels in de bak waar ik het in ga eten. En daar doe ik dus het water bij. Dit laat ik weer zacht worden. Dekje erop. Dan heb je dus melk nodig, maar ik heb geen melk. We hebben alleen amandelmelk en havermelk in huis. Dus ja, maakt niet echt heel erg uit. Amandelmelk heeft niet een hele sterke smaak. Dus doe ik gewoon wat melk op gevoel. En hier gaat dus wat kaas bij. Oké, het werkt iets minder met gewone kaas. Doordat dat een beetje gaat klonten. Dan doe ik wat kruiden erbij. Dezelfde die zij gebruikt. Uienpoeder. Knoflook. En die zakjes. En dus een heel klein beetje ketchup. En dan ga ik het weer even mixen. Kijken of het wat gaat worden. Nou, het wordt vast wel lekker. Dat sowieso. Oké, IJsland ziet het er echt best wel goed uit. Dan doen we het lekker spicy maken. Because I love that. Oh my god, this looks like freaking heaven. Ik ben benieuwd. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Oké, let's do a mini mukbang. Ik ben echt heel erg benieuwd. Heel anders weer als die noedels die ik normaal maak met ei. Maar wel lekker. Misschien is het... pittig wel. Misschien is het wel beter als je het dus met cheddar doet. Want het ging niet heel goed smelten ofzo. Maar op zich is het wel goed gekomen. Ik raak er altijd zo vol van. Dat is niet normaal. Nee. Wel echt gewoon een upgraded versie van simpele noedels uit de supermarkt. Ik vind die noedels van garnaal altijd zo lekker. Een soort zure smaakje, maar dat vind ik zo lekker. Nou. Ik eet zoveel noedels de laatste tijd, lang nergens op. Het staat echt nergens op gewoon. Ja, helemaal goed gekeurd. Ik ga weer verder aan school. Ik heb trouwens het vet leuke pakket binnengekregen van Keunen. Met een shampoo, een masker en een leave-in treatment. En ja, dit zijn dus de goede dingen. Voor je haar. En I really need it. Want mijn haar is echt een mess. Dus ik ga dit zo meteen lekker uitproberen als ik ga douchen. Oké, jongens. Ik ben me aan het opmaken. En Nina, Anne en ik gaan echt een geniale mukbang opnemen. We zaten opeens van... We gaan even prik bestellen. Dat is de snackbar hier in de buurt. We gaan gewoon alle snacks bestellen. Fucking goud. Dus ik ga nu elke snackbar snack bestellen die er bestaat. Dan gaan we dat allemaal proeven en zo. Dus ja, fucking mooi. Ik vind het echt tering goud. Helemaal zin in. Dit is hem.
Oh my god, dit wordt zo'n leuke video. Ik weet nog niet of die, ik weet niet of die online staat, maar dat maakt niet uit. Oké, dat wordt dus vleeskroket, kalfskroket, satékroket, goulashkroket. Zo, je hebt echt al 100 soorten kroketten aan. Heel benieuwd, frikandel, frikandel grof, kaasvlee, roomkaasvlee, oude kaasvlee. Dit is zo mooi. Ik weet ook echt heel niet wat het is. Wat is dit allemaal? Satérol. Swarma roll, mini lumpia's, kipnuggets, kipvinger, bitterballen, oh lekker, vlammetjes, kaasdemmels, chicken wings, ik heb sausjes, moet ik wel een saus, moet even. Oké, ik heb besteld, dit wordt echt tering grappig. Ik heb er echt zin in. Ik ga vanavond naar zomerspectakel. Een soort festival in Alphen bij mij in de buurt. En het is gratis, dus vet random. Ik heb dit superleuke topje aan van Chiquelle. Deze broek van Tess V. En dit jasje van Naked. En schoenen van Naked. Nou jongens, we zijn het aan het uitpakken. Het is... Nee, het is echt niet normaal. Nee joh, ik denk dit is het. Gast, gaan we... De helft... De helft is... Ik ben echt gek. Het is geen maand van eten. Wat is dat nou hè? Oh my god. Dit is echt een fucking... Ja, volgens mij is dit een Leonwoud. Maar ik heb ook gewoon alles gedaan. Gewoon alles. Oh ja, dit ook. Wat is dit dan? Wat is dit? Oh! Lumpia speciaal. Nee toch. Oh. Zo, ik ook niet. Zo, dit heb je goed gedaan. Ja hè. Dit kan, oh kijk, zo'n grote bak chili saus. Ja, mooi. Waar is de mayo dan? Nou, hier en hier. Hè? Ja. Oh, wel heel veel. Hé, ze hebben de mayo niet. Gas. Ja, ik had ook een bakje mayo. Oh, dit. Nou, dit is echt niet normaal. We hebben lekker de video opgenomen. Het is echt één slachtpartij. Oh. Er wordt even vies gehaald. Hé, hey, waar is mijn... Jongens, het eten wordt even opgegeten. Wat een meme is dit nou weer. Nou, dit is top. Dit is top. We zijn de afvalbar. Ja. Nou, guys. Zo, kijk die achtergrond. Leek echt op één dikke festival. Ja, zijn we ook. Echt een heel leuk festival. Zomerspectakel in Alphen. Ja. Helemaal gezellig. Aan het begin was het niet hey, zo. Hey, Zeya! Goeiedag allemaal, het is vandaag zondag en ik heb geen kater. Ik ben namelijk gisteren op tijd naar huis gegaan en ik had ORS genomen. ORS is de shit van de eeuw. Oké, ik ga lekker douchen. Ik heb een video geëdit, online gezet, school gezeten, helemaal productief en zo. Ik ga lekker douchen. En vanavond ga ik ook naar staan, dus helemaal gezellig. Is dan weer de volgende dag. Ben ik vergeten de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik heb er helemaal genoten van mijn week. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet me zeker niet te supporten. Door me te volgen, abonneren, liken. You know, comment. Ik vind hier altijd zo kut. Beetje mezelf zitten promoten, maar maakt niet uit. Heel erg bedankt voor het kijken en dan wens ik jullie een hele fijne dag nog. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!